Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft een werkbezoek afgelegd aan het Wegnaarzeegebied. De bewindsman heeft zich tijdens dit bezoek, welke heeft plaatsgevonden op 23 september 2020, georiënteerd in het gebied. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Dit is op uitnodiging geweest van Mangrove Forum, die al jaren hier een project over mangroveplanten doet. En ze hebben voor zich aan het ministerie van Openbare Werken, of laat me zeggen, toestemming gevraagd of zij ook een pilot willen starten over de dijk, bescherming van de dijk. En dat was middels bamboe. En toen ik het voorstel hoorde, ik bedoel, ik kom zelf uit het vakgebied een beetje, heb ik gelijk gezegd, ja, daar zie ik kans van slagen in. En daarom zijn we vandaag hier om start zijn te geven om bamboe langs de bestaande dijk te planten. Omdat die dijk die er nu is, elk moment weggespoeld kan worden. Dus als we nu die bamboe planten, dan binnen 6 maanden, 2 jaar hebben we een verstevigde groene dijk. En de kans dat die binnen 1 jaar kapot kan gaan is klein. Dus daarmee heb je wel voor gezorgd dat je bescherming voor een paar jaartjes hebt gegarandeerd. Dus die mangroven worden aan de voorkant geplant. Dat is meer om die golven te minimaliseren. Maar het is niet bedoeld om, wel, dus half bedoeld om wat te doen tegen zeespiegelstijging. Wat die mangroven doet is, hij zorgt ervoor dat er meer modder komt. Dus zorgt hij voor een verhoogde, zeg maar, kust. Toch, dat is één, waardoor die golven verminderd worden. Maar de zeespiegel wil wel 1 meter stijgen. En dat is die mangroven onvoldoende, dus dan moet je een dijk hebben. Maar het verschil is, vroeger wilde men een betonnen zeedijk maken. Dat is een verschrikkelijk dure grap. Net als Nikeri, we kennen de zeedijk van Nikeri. Terwijl als we die bestaande dijk met groen kunnen verstevigen, dan dat kost niets, heb ik vaker gezegd. Dus daarvoor planten wat en die planten gaan zelf uitbreiden. Je kan die plantjes nemen, weer verder planten. Dus dat kost niets en dan heb je dus daarmee op een heel goedkope manier die dijk verstevigd. Ik zie dat er nieuwe aanplanten zijn gemaakt of er zijn heel wat nieuwe methodes gecreëerd. U heeft zojuist ook een plant in de grond gedaan. Wat vindt u daarvan? Dus dat zijn die bamboeplanten die bedoeld zijn om die bestaande dijk te verstevigen. En het gaat, als dat goed groeit, snel groeit, dan kan ik je zeggen dat zeker dit pilotgebied voor de komende jaren verzekerd is van een verstevigde dijk, laat me het zo zeggen. Ja. Toch? Een klei, groene-grijze dijk, om het maar zo te zeggen. Van bamboe, dat zijn planten en je hebt de klei daar. Toch? Dus dan is in ieder geval die bewoner die hier woont, zijn perceel, die is voor de komende jaren verzekerd dat hij geen overstroming kan hebben, toch? Of gevaar voor de zee. We zijn dan, als ik het goed begrijp, in dat pilotproject begonnen met dit gebied, dit stukje. Is het de bedoeling dat het verder gaat, dus uitgebreid wordt? Ja, ik heb begrepen als de andere mensen willen en het belang ervan inzien, want het zijn uiteindelijk gronden van verschillende mensen, dan kan zo'n pilot doorgevoerd worden, toch? Op dit moment wordt het vrijwillig gedaan door het Mangrove Forum. Maar op een gegeven moment moeten mensen het zelf gaan onderhouden. Het is in het belang van hun. Toch? Dus als zij het belang zien, dan moeten ze ook een kleine bijdrage gaan leveren. Alles zit in eigen onderhoud. De eerste planten kunnen geplant worden, maar de volgende plantjes moeten wel van hun komen. Denkt u als minister dat de mensen, de landbouwers in dit gebied nu weinig problemen gaan krijgen wat de wateroverlast betreft? Dus wat is nu gebeurd? Een dijk was doorgebroken en dus zijn heel veel landbouwgronden verzeild geraakt. Beschadigd door het zeewater. Dus als je die dijk garandeert dat dat niet gebeurt, dan zijn de mensen weer verzekerd dat ze geen last meer gaan hebben. Natuurlijk heb je een pomp gemaakt en een sluis, weet ik. Dat is er voor de kanalen, toch? Maar nu gaat het om ervoor te zorgen dat als even weer een dijkje hier kapot gaat, dan stroomt er weer zoutwater binnen en is het al een deel weer beschadigd worden. Toch? Op een gegeven moment gaat iedereen wegtrekken. Toch? Ofwel laten we alles aan de natuur over en iedereen gaat zelf weg. Toch? Of we gaan die kust beschermen en je creëert een economische ontwikkeling, enorme economische ontwikkeling. Want je hebt hier bijen teelt, je hebt krabben teelt, je hebt mangroven teelt. Toch? Al dat materiaal gebruiken mensen. Toch? Je weet, de mangroven dingen worden ook gekapt, bamboe teelt voor verschillende doeleinden. Maar het meest belangrijkste is de visserijsector wordt gestimuleerd. Want je gaat hier enorm veel vispopulaties kunnen creëren, garnalen en dergelijke dingen ook. Het is de afgelopen 5 jaar heel veel gedaan in die zin.
maar heel weinig ook. In die zin dat wij niets anders hebben gedaan dan proberen mangrove te rehabiliteren, weer terug te brengen als het ware. En daar hebben we heel veel pogingen gewaagd, op verschillende manieren gedaan. Initieel is het heel goed gelukt. De bomen zijn nu 5-6 meter hoog al geworden bij de eerste site zoals je gezien heeft. Maar naarmate je bezig bent geweest, heeft u dat gezien dat het anders kan. Of anders in feite ook beter kan. En dat zijn dus de tijden geweest om zich aan te passen en verder door te gaan. Ik praat bijvoorbeeld aanpassing van hoe je de doorlatende dammen moet beter gaan maken. Bij het begin was het zo dat de bamboestokjes, bij zo'n praten, wegdreven. Maar nu kunnen we zodanig zetten dat hij helemaal niet wegdrijft, daar blijft. Dus daar hebben we verbeteringen aan. We hebben ook verbeteringen in hoe je moet in feite aanpakken. Dus deze verbeteringen die zorgen ervoor dat we ook met een, anders uitgedrukt, met een blij gezicht door kunnen gaan. Begrijpt u? En dat we dus in staat zijn ook geweest nu de technieken ook te ontwikkelen die daarbij aangepast kunnen zijn. We kunnen ook zeggen tegen andere bedrijven bijvoorbeeld, ik noem maar wat hoor, Doorson of Pansa of weet ik veel andere bedrijven, luister, we willen zulke techniek hebben, zo ziet hij in feite eruit, maak een 10 ervan. Als we de ondersteuning krijgen op een groot schaal bijvoorbeeld, hè, zeg maar een paar miljoen vallen op een of andere manier van het buitenland, want ze hebben ook baat bij, zoals CO2-vastlegging zoals u weet, en kraamkamersfuncties en noem maar op. Als we geld in feite binnen kunnen, kunnen we ook meerdere van deze technieken laten maken en snel dat kunnen uitvoeren. Dus tegen die achtergrond hebben we heel veel leerprocessen ondergaan en veel ervaring opgedaan en nieuwe technieken bijgeleerd. Dus het is heel goed geweest. Vandaag heeft u een bezoek gekregen van de minister van Openbare Werken, Dr. Riyad Noor Mohammed. Geen onbekende voor u. Wat vindt u van dit bezoek? Ik vind het bijzonder belangrijk. Ik heb gezegd, hij staat aan de boeg, laat me zo stellen, bij de regering. Zijn geloofwaardigheid zal ook de geloofwaardigheid binnen de ministeries in feite aanwakkeren. Het is een integraal ding, hè? Dus als ik praat over integrated coastal zone, ook integraal, het gaat breed, het gaat over economie, het gaat over techniek, het gaat over milieu, het gaat over aanpak, het gaat over de mensen hier, het gaat over landbouw. Het is bijzonder breed, dus in dit geval als Dr. Riyad Noor Mohammed als minister van Openbare Werken de voortouw neemt en stuurt, dan is het weg voor ons heel makkelijk om ook te bewandelen en harder op te gaan. En dat er ook meer andere beleidsmakers en stakeholders bij elkaar kunnen komen. Dus ik ben vandaag erg ingenomen, omdat hij op zo'n korte termijn nagevraagd hebben, direct heeft gezegd van luister, ik kom. En hij gaat ook naar alle locaties, zoals ik gezegd heb, is hij gekomen. Niet op één locatie en gezegd van luister, ik heb haast, ik moet weg. Ik heb andere afspraken en noem maar op. Hij is gebleven en hij heeft het allemaal bijgedaan. Ik vind het erg, ik prijs het.